Wij vinden iemand abnormaal, psychisch abnormaal, als we het niet meer begrijpen. Dus het criterium van onbegrijpelijkheid is iets wat wij toepassen om te zeggen van die persoon die is ziek. En toch is het verschil tussen normaal en abnormaal heel belangrijk. Er zijn belangrijke consequenties aan verbonden. Een juridische consequentie. Als je abnormaal bent, als je psychisch gestoord bent, dan krijg je natuurlijk strafvermindering. Het heeft ook een financiële consequentie, want vergis je niet, in Nederland zijn een heleboel normale, abnormale mensen, psychisch gestoorde en normale mensen. En dat kost heel veel geld. 1 op 3 Nederlanders voldoet aan de diagnose van een psychiatrische stoornis. Dat heeft een financiële consequentie. Als je al die mensen wil behandelen, kost dat natuurlijk heel veel geld. Als je het criterium normaal-abnormaal wat verschuift, dan kan het heel goedkoop worden. Hey, waarom niet? Een andere manier om naar psychiatrische stoornis te kijken is sociaal constructivisme, zo heet dat met ingewikkelde termen. En dat gaat ervan uit dat psychische stoornissen eigenlijk gewoon constructen zijn. Iets wat we maken, die bestaan niet in de realiteit, we creëren die. Zoals wij woorden hebben, bijvoorbeeld het woord berk. Berk, ja, het woord berk is er, een berk bestaat niet. Zo zeggen mensen, psychiatrische stoornissen zijn constructen. Daar is geen realiteit. Je kan ook zeggen van, kijk, psychiatrie is psychiatrie, iemand is abnormaal, omdat de experten dat vinden. Het verschil tussen angst hebben en een angststoornis, in het boek der experten. Wie langer dan 1 uur angstig is, die heeft een angststoornis. Wie minder dan 1 uur angst heeft, die heeft geen angststoornis. Voilà, zo ingewikkeld is het.